En de dag erna ook arbeiders in andere gemeenten. De moed om in verzet te komen tegen de nazi's. Staakten en kwamen in opstand in navolging van de moedige initiatiefnemers en organisatoren van de CPN. De februari-staking, zoals deze unieke massale opstand is gaan heten, was de grootste reactie op de eerste gewelddadige razzia op bijna 400 weerloze jonge Amsterdamse Joodse mannen en die het weekend ervoor op en rond dit plein. Met deze eerste razzia begon de daadwerkelijke vervolging van de 140.000 Nederlandse Joden. Uiteindelijk werd het overgrote deel van hen vermoord. Ook Roma Sinti, communisten, mensen uit het verzet en zij die onderduikt zijn huisnamen werden in de oorlogsjaren in Europa vervolgd. Vaak gevolgd door moord. Het stelselmatig stigmatiseren van mensen in de samenleving om hun etniciteit. Dat gebeurt ook hier nu nog steeds. Politieke voorkeur of seksuele geaardheid was één van de voedingsbodems voor de fascistische ideologie van het nationaal socialisme. Die in de jaren 30 in ons buurland Duitsland en ook in andere Europese landen op kon komen en aan de macht kwam. Deze herdenking is naast het eren van de status van toen daarom ook een aansporing om waakzaam te blijven voor hedendaagse vormen van antisemitisme, intolerantie, uitsluiting en discriminatie. Het belang hiervan gaat zeker ook de jonge generaties aan. Daarom besteedt het comité in verschillende projecten rondom deze herdenking hier aandacht aan. De voorstelling van vanmiddag door de dansonderneming Jonge Danseressen uit Hoorn. De online graphic novel De Stad op het Plat. Lessen op Amsterdamse scholen in samenwerking met de School der Poëzie en de Rode Lover op school. Van dit laatste project zijn zojuist de zelfgemaakte alternatieve dokwerkertjes uitgedeeld, waarmee straks de dokwerker wordt omringd. Dit jaar is er zowel buiten als binnen ons land veel gaande dat onze gemoederen bezighoudt. Zeker ook vandaag. Een jaarlijkse herdenking als deze is dan ook, naast het eren van wie eren toekomt, een moment bij uitstek waarop wij als samenleving een vinger aan de pols van de tijd houden. Hoe is het gesteld met onze democratische rechtsstaat? Nou, nergens met onze open en diverse samenleving? Met ons eigen handelen? De februari-stakingsherdenking kent een turbulente politieke geschiedenis. Van wie was de staking? En wie werden er herdacht? Ook werden op dit plein tijdens deze herdenking protestborden en vlaggen getoond voor en tegen welke actuele zaak men streed. Het zal me door sommigen niet in dank afgenomen worden. Maar eerlijk gezegd ben ik blij dat de laatste jaren dit vlagvertoon buiten de herdenking gehouden wordt. Want al staan velen van u hier, zeker om politieke motieven, en was de februari-staking ook een politieke verzetsdaad, toch is dit jaarlijks samenzijn geen politieke demonstratie, maar een herdenking. Om ons blijvend eraan te herinneren. En toch doet hij wel politieke uitspraken. En pluriforme samenleving gestoeld is op recht en wet. En niet op schijnbaar onwrikbare tegenstelling aangewakkerd door de hardste schreeuwers. De stakers van toen, arbeiders, kassières, studenten, hadden de moed en de rechtschapenheid in opstand te komen tegen een fascistisch en antidemocratisch regime. Dat in dit land in de jaren na de staking pas in volledigheid zijn moorddadige tanden liet zien. Deze moed moesten velen met gevangenisstraf en sommigen met hun leven bekomen. Afgelopen week herinnerde een oud Tweede Kamervoorzitter mij eraan dat democratie niet iets is voor bange mensen. Het vergt moed. Maar hoe toon je moed in deze tijden van polarisatie, populisme en dodelijk massaal geweld? Wat voor moed heeft onze samenleving nu nodig? Het is tegenwoordig voor velen vrij gemakkelijk en gebruikelijk om als vorm van activisme op sociale media en in het openbare leven mensen uit te sluiten, te cancelen, als de vijand weg te zetten omdat ze er een andere politieke mening op nahouden, ja, of tot een andere groep in de samenleving behoren. Maar is dat niet ook een vorm van stelselmatig stigmatiseren? Getuigt het in deze tijd niet van meer moed en rechtschapenheid om de nuance te zien, bruggen te bouwen en het moeilijke gesprek en het pijnlijke gesprek aan te gaan? Ik neem daarbij een voorbeeld
aan de twee Amsterdamse raadsleden, Jood en Moslim, die ondanks hun ogenschijnlijk onoverbrugbare meningsverschil over de oorlog in Gaza en Israël tegen de stroming samen optrekken en scholen bezoeken om te pleiten voor tolerantie, voor dialoog en voor de zachte krachten. We moeten elke dag weer pal staan voor de rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten in binnen- en buitenland. Deze zaken mogen niet vanzelfsprekend zijn. Maar in deze strijd mogen we de medemenselijkheid niet uit het oog verliezen. We moeten ons ervoor blijven inspannen de menselijkheid in de ander te herkennen en erkennen. Daarmee doen we de stakers van toen, vandaag het meest recht. Zeg dat maar tegen Netanjahu. Spreekt de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsen. Vervolgens draagt Benjamin Froh een voor de gelegenheid geschreven tekst voor, begeleid door muziek. Tot slot spreekt schrijver en programmamaker Johan Frets. Om 5:00, of iets daarna, wordt het defilé geopend door het comité herdenking februaristaking 1941. Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. De voorzitter van de Eerste Kamer en ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Plaatsvervanger voor de staatssecretaris van het ministerie van VWS. De ambassadeur van Israël. De gedeputeerde voor de commissaris van de Koning van Noord-Holland. Centraal orgaan voormalig verzet en slachtoffers. Stadsdeel Amsterdam Centrum namens alle stadsleden. En de spreker. Vandaag leggen voor het eerst ook de dochter en kleindochter van Simon Groenkrans, begeleid door historica Wally de Lange. Simon was één van de opgepakte Joden bij de razzia op dit plein. Na de kopgroep opent het defilé door het presidium van de gemeenteraad Amsterdam, gevolgd door nabestaanden van februaristakers, gemeentes uit de Zaanstreek, het Gooi, Kennemerland, Utrecht en overige gemeentes uit het land. Vakbonden, jongerenorganisaties en maatschappelijke organisaties en iedereen die deelt. Het woord is nu aan burgemeester Halsen. Ik open je live opnieuw.